Vandaag is op de Bosweg in Schijnen op de voorjaarskermis begonnen. De kermis is wat kleiner dan die elk jaar op de steeg in Schijnen staan. Maar uniek is het zeker. Wat maakt deze kermis zo uniek hier op de Bosweg? Nou, dat is om, die is kleinschalig en het is eigenlijk een buurtkermis, voorjaarskermis, Vlaamse kermis, net hoe je het noemen wil. Oké, en het is nou net begonnen. Ja, wat kunnen we eigenlijk een beetje verwachten dit weekend? Als de zon blijft schijnen, dan wordt het weer heel goed, net als de voorgaande jaren. En de schietsalon is weer terug. Kijk, en dat zijn van die dingen die dus op een gegeven moment ooit mist op een kermis. En nu weer gelukkig weer aanwezig zijn. Ja, en gaat u zelf dit weekend ook nog een aantal attracties bezoeken? Nou, daar doe ik niet meer aan mee. Dat heb ik al zoveel jaren gedaan, dat hoeft voor mij niet meer. Waar de volwassenen voor een oliebon, een visje, een suikerspin en een terrasjes naar de kermis komen, vermaken de kinderen zich bij de attracties. Jij bent op de kermis. Wat vind je nou het leukste van de kermis? De botsauto's. Ja, en waarom vind je nou de botsauto's zo leuk? Ja, dan kun je elkaar allemaal beuken. En en de rest is er niet zo. Oh, en schieten. Ja, wat vind je zo leuk aan het schieten? Gewoon op sterretjes schieten. Maar win je dan ook prijzen met schieten? Ja, verschillende. Wat heb je al gewonnen bij het schieten? Stinkbommen, hè? En wat vinden jullie verder nog leuk op de kermis hier? Eten. Suikspin. Ja, eten. Maar niet bij de grijparmen knuffels of andere spulletjes opeisen? Nee. Saai. Nee, dat is saai. Ja, je waarschijnlijk natuurlijk ook de grote kermis. En in deze kleine kermis, ja, waarom zouden mensen juist hier naartoe komen? Omdat ze het gezellig vinden. Het is de aankleding, het knussen van deze kermis. Ik denk dat om te beginnen in het voorjaar, dat daar heel veel losmaakt. Op zondag hebben wij van 1 tot 2 hebben wij een prikkelarm uurtje. Dat is speciaal voor mensen met autisme, met prikkelstoornis die niet veel tegen licht en geluid kunnen. Dus dan gaan ook de attracties die gaan op qua geluid uit, het licht gaat uit. Vorig jaar is de schietent niet op de kermis geweest, maar dit jaar is hij weer van de partij. En daar zijn ze op de Bosweg erg blij mee. Weet ik niet of veel losmaakt. Vorig jaar was er wel vraag nadat de mensen naar gevraagd hadden waar dat hij was. En toen was hij helaas verhinderd op het laatste moment. En dit jaar is hij weer bij.